De Graafschap grijpt terug naar het verleden en speelt komend seizoen met een speciaal clublogo op de borst van de nieuwe wedstrijdshirts ter ere van het 70-jarige bestaan. De nieuwe wedstrijdcollectie van de Doetinchemers werd dinsdagochtend gepresenteerd op de Vijverberg. Wat het shirt bijzonder maakt is dat het echt een klassieke uitstraling heeft. Dus er zit een kraagje zit er aan. Nou, dat is ook de wens bij veel supporters om dat weer een keer te hebben. In die kraag zit heel subtiel de Achterhoekse vlag verwerkt. Dus volgens mij is dat heel erg mooi. Ja, en natuurlijk het logo dat we dit jaar gaan voeren. En ja, dat maakt het wel tot een heel mooi compleet plaatje. Thuis nu is altijd mooi blauw-wit natuurlijk. Maar het uiten nu krijgt veel complimenten. Dus dat hebben ze mooi gedaan. En ja, het is iets retro-achtig. Dus is wel mooi. Het logo dat de club voert is een eerbetoon naar het oude clublogo dat meer dan 20 jaar geleden verdween. De nieuwe shirts zijn ontworpen door Dennis van Amerongen, supporter in hart en nieren en merchandise manager. Ik weet nog dat ik vroeger als kleintje het liefst wat ik deed was stadions tekenen. Dus als we hier ooit nog de boel gaan verbouwen, moeten ze vooral mij vragen. Shirts tekende ik heel veel. Dus ja, dat is dan geweldig om het nu natuurlijk voor je eigen club te mogen doen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat zo iemand de shirts maakt. Die weet natuurlijk wat er op de achtergrond speelt. En van de stad Doetinchem zelf en wat er bij de Graafschap past. Dat is wel belangrijk. Ja. De ontwerpen die Van Amerongen aanlevert moeten wel aan allerlei regels voldoen. Die zijn vastgelegd in de statuten van de voetbalclub. Om iets te noemen is dat een Graafschap shirt altijd tussen de 5 en de 9 blauwe banen moet hebben. Nou, dat is al een heel belangrijk iets. Strepen moeten doorlopen op de mouw. Dus het kan niet zo zijn dat je een blauwe of een witte mouw hebt. Dus ook daarin moeten de strepen weer zichtbaar zijn. Het liefst doorlopend. Eigenlijk zeg maar, ja, met zo min mogelijk frats, om het zo te noemen. Het nieuwe uitshirt is geïnspireerd op een shirt uit 1984. Destijds door supporters ook wel benoemd als het Napoli-blauwe shirt. Het was tevens het eerste shirt waar huidige trainer Jan Vreeman als speler minuten in maakte. Het was de tijd van niet lullen, maar poetsen en met veel Achterhoekse spelers binnen de lijnen. Brittijn hoopt dat het shirt komend seizoen voor vleugels zorgt. Het wordt lastig, een jonge ploeg hebben we, maar ja, je weet maar nooit, het kan een spektakel worden. En laten we er alleen maar op hopen. Aan de shirt ligt er in ieder geval niet. Nee, zeker niet, daar gaan we in vlammen.